Kijk even wat ik aan heb dan. Allee. Nou, ik doe nou gewoon de schaduw. Die Drag Race kijken. Nou, zoals je ziet, I'm ready to go outside. Gelijk even mijn outfitje laten zien, aangezien ik dat dan weer vergeet. Ik heb een vintage jas aan met dat jurkje van de shopblog. En een truitje eronder en wat gekleurde Nike's. En ik ga eventjes afspreken met een vriendin. En dan heb ik een afspraak bij mijn moeder. En dan moet ik oppassen. En dat zit eigenlijk voor vandaag best wel saai. Maar ook wel weer veel te doen. Dus ook weer leuk. Oké, dat was heel raar. Ja, yeah, that's it. En ik neem jullie mee. Het is zo awkward om te vloggen. Want in Zweden... Ja, iedereen keek toch al met mijn blauwe haar en whatever. Want daar is gewoon, ja, dat is gewoon een dorpje. Maar hier in Amsterdam is het wel wat anders. Zijn we weer aan het thrift shoppen? Vlog life. I'm a try, but I don't know. Eens kijken of het staat. Leuk. Maar het is inderdaad. Hallo, ik ben Malet. En ik kom. Kijk even wat ik aan heb dan. Alleen het is echt veel te klein. In deze kleur, precies deze kleur. Ja, ik vind hem wel cute. Ik ga dit is echt, het kan gewoon niet dicht. Maar die kleur is wel echt hoor. Oké, voor hoeveel zijn het? Voor 5 euro koop ik het. Nee, sowieso niet. 10. Ik ben weer eventjes in de basement. Oeh, wat ben ik wit hè. Maar ik ben weer eventjes in de basement. Check mijn tweede vlog. Om te zien wat dat is. En morgen hebben we hier een hele grote buurtparade. Dus ik ben de boel alvast aan het preppen. Het wordt hier een soort vintage holletje. Alle spullen aan de zijkant geschoven. En dan komen er daar nog allemaal kledingrekken. Allemaal met vintage spullen. Hier komen alle schoenen en sieraden. Maar dat ga ik morgen allemaal doen. Maar dan heb ik het nu alvast een beetje ingericht. Leuk hè? Doe dan. Hallo? Hallo? Het werkt niet. Hallo? 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 Ja, ik zie niks zonder bril. Van die... Hij staat wel heel leuk hoor. Wat ik zie is prachtig. Ja, het is heel leuk. Mijn haar is nog een beetje aan het drogen. Hoi, goedemorgen. Ik zit nu in de auto naar de Jan Pieter Heijstraat. Zoals ik gisteren al zei, is vandaag de buurtparade en de modeshow en de vintage sale en alles. Dus ik zie er ook wel een beetje, ja, ik weet niet, uit. En ik moet nog mijn make-up en zo gaan we daar met alle modellen doen, met Fien. Dus ik neem jullie vandaag weer mee. Oh ja. Hey, die is ja, echt ja. Ik zei ook, die gaat wel lopen, zijn gezin. Ik ga zeker winnen. Ik heb het gevoel van wel, maar hoe heb je het? Van ja, ik weet niet. Het is wel een soort van. Is het gelukt? Yes! Is het oké? Ja, boeien, maakt echt niet uit. Voorbereidingen aan het trappen. Kan je even je concept vertellen van je modeshow die je hebt gecreëerd? Nee, het is vintage. Je hebt de Heijstraat. We gaan gewoon haarstyling laten zien. Maar er zit duidelijk een idee achter de looks van de modellen, toch? Ja. En wat is die dan? Nou, gekke parade, maar ook een beetje echte trenden te zien. Een beetje niks van alles. Oké. Okay. Kijk, this is one of the models. Nou, zoals je kan zien heb ik een beetje set it up. En vriendinnen zijn ook klaar. Het is echt heel grappig, want mijn moeder heeft natuurlijk de show met hele heftige outfits en haar vriendinnen. En wij zijn ietsjes meer toned down. Maar de style is uiteindelijk heel leuk geworden. En we gaan straks de parade lopen, de hele straat. En
Dit is een video. Dit is een video. Dit is een video. Beautiful ladies. Maar we hebben nu nog geen muziek, mama. Hoe moet je doen? Oh, je moet een beetje zo dansen. Oké. Dit is het, waar we zijn. Tuurlijk! Always family! My beautiful family! Huh? Ik film altijd eerst! Wat is deze outfit? Jas, hè? My name is Pablo. My name is Esco! Esco! Kom maar, wil je even nog naar het springkussen? Wil je nog even wat zeggen op de vlog? Familie Nielsen dingen. Familie Vlodder, Berg, Koster, Nielsen dingen. We zijn te gierig om nieuwe leggings te kopen. Dus ja, echt. Je kan hier gewoon een legging, waarschijnlijk een blauwe legging met stippen kan je hier wel kopen. Maar Fina heeft moet hem je aan. Even. Zoals je kan zien, hè, ben ik nu gewoon aan het chillen en aan het verkopen. Dit zijn mijn twee rekjes en de brilletjes. En ik hoop dat ik nog een beetje veel verkoop vandaag. Want deze kant van de straat is een beetje rustig. Daar is het wat drukker. Zoals je zag misschien tijdens de parade. Maar friends and family are here. Dus het is sowieso gezellig. We wisselen wel een beetje. We doen wel een beetje soms zo. Switchen. Ja, maar je kan toch gewoon. Ja, maar daar. Ja, maar, ja, of daar. Want kijk, als ik hem hier hou. Dan moeten jullie daar. En dan moet Fien een beetje. Ja, of hier. Geef elkaar schaduw doen. Nou, ik doe hem wel gewoon de schaduw op meteen. Nee, dat is je gezicht. Ja, zo! Doe je haar dan weg. Oh, ze trol. Kom gewoon ook meer naar voren nog. Ik ga even de vlog afsluiten, want ik wilde speciaal dat mijn vriendinnetjes naast me stonden. Ik moet niet zeggen hallo, ik ga Nee, ik ga een stuk om jullie commentaar. Oh, je bent nog steeds aan het filmen ook. Ik ben alles al lang aan het filmen. Oh. Al lang, nou, dus, dit was het voor vandaag. Cheers. Bedankt voor het kijken. Goedemorgen. Het is ongeveer 10:00 en het is maandag. Normaal gesproken slaap ik altijd super erg uit op maandag en slow, maar ik heb eventjes besloten om gewoon weer de week goed te beginnen. Ik ben gemotiveerd, ik ben geïnspireerd, ik ben weer positief. Ik moet zeggen dat ik voordat ik naar Zweden ging best wel in een soort van na afstudeer, post afstudeer dipje zat. Het is heel erg een onzekere soort van fase waar je in komt omdat je niet meer dagelijks naar school gaat. Het is een hele intensieve opleiding wat ik heb gedaan en daarna je valt gewoon in een soort van gat. Je moet gaan werken, je gaat opeens, je wordt groot, je wordt volwassen. Dus
ja, ik ben af en toe echt nog even zoekende en daarom ook echt nog af en toe best wel kan ik in een dipje raken, maar vandaag werd ik echt positief wakker. Dus ik wilde die, ik kijk echt zo, ik sta op mijn balkon en ik kijk echt naar alle mensen die langs lopen en fietsen, maar ik wilde deze positive vibes ook even aan jullie overgeven. En vandaag heb ik even een meeting met een meisje die ik morgen assisteren met een fotoshoot. En ja, ik zie wel wat de dag me brengt. Ik ga nu even ontbijten en peace and love. Ik heb een angst voor roltrappen. Ik kan mezelf ook zo niet filmen, want ik vind het eng. Ik ben nu eventjes onderweg om wat fotorolletjes te halen voor de fotograaf van morgen. Ik ben productie- en fotografieassistent, dus dan moet je dit soort dingetjes even snel voor hun oplossen. Want we gaan analoog en digitaal gaat ze schieten en ik ben eigenlijk bang dat ik morgen niet... Ik ben eigenlijk bang dat ik morgen niet op de set kan filmen. Dus we zullen zien hoe dat morgen gaat. Als jullie nog willen weten waar ik mijn outfit van afgelopen zaterdag vandaan had, dat roze ding. Marbles en vintage. Rommelige bureau, maar oh wel, oh wel. So cute. Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag en ik sta hier voor mijn rommelige kast klaar te maken om vandaag de hele dag te assisteren bij een grote shoot van een groot merk. Ik weet eigenlijk niet of ik mag zeggen welk merk het is, dus ik doe het maar niet. Wat ik ook weet is dat ik niet op de set mag vloggen, dus helaas ga ik weer mijn camera thuis moeten laten. Overigens is het ook nog eens de laatste dag van de vlog, want ik merkte gisteren eigenlijk al dat omdat ik mijn camera niet mee had, die heel groot is, ik heb nog geen vlogcamera. Dat ik dingetjes, als ik onderweg ben, ja, dat is sowieso niet zo heel leuk om te vloggen. Dus ik ben eigenlijk nog een beetje aan het uitvogelen wat ik er wel in doe. Wanneer ik wel mijn camera meeneem, wanneer niet. Zeg maar op de leuke dagen vind ik het eigenlijk leuker om te vloggen dan op dagen wanneer ik gewoon alleen maar kleine afspraakjes heb en op en neer ga. Dus ik ben hier nog nieuw mee en ik ben het allemaal nog aan het uitvogelen. Mijn vriendinnen geven me al advies, mensen om me heen. Dus ik probeer gewoon uit te vogelen hoe dit vloggen allemaal nog werkt. En Ik ben de hele dag vandaag dus op de set. Ik moet de fotograaf Sophie Hemels assisteren. En ik doe ook denk ik een beetje de productie assisteren als er dingen gedaan moeten worden op set. Het is voor een modemerk. En ja, ik krijg er betaald voor. Dus dat is ook heel chill. Want ik ben dus eigenlijk meer op zoek van hoe ga ik nu mijn geld verdienen. En dit doe ik eigenlijk het liefst. Freelance, gewoon één grote klus op een dag. En dan dat je wat meer geld krijgt. En dat zou ik dan veel vaker willen doen. Dus dat is ook weer een goeie. Ik ga proberen misschien wat dingetjes met mijn iPhone van vandaag te filmen, maar ik denk dat ik het niet echt in deze vlog ga meekrijgen. Zijn we nog heel eventjes bezig. We zijn hier bezig met shooten. En het was een hele leuke werkdag. Dus I liked it. Thank you very much, Sophie, for bringing me. Yay! Yay! Dus ik sluit alvast de vlog af. Want dat doe ik ook nooit. En ik weet, nee, het voelt gewoon een beetje awkward. Maar volg me op Instagram als je... En wil blijven volgen met updates van wanneer de vlog online komt of andere leuke filmpjes. Oh my god, mijn arm.
never move. Of like en subscribe op mijn channel. Nou ja, doe maar gewoon, ja. Peace. De kring wil niks doen in de tuin van oma en opa. Ik wou niks doen, zoals... Jongens, niet denken dat ik naakt ben hoor. Ik heb gewoon een bikini aan. Ze zeggen dat het als chips is.